goedemorgen en welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Ja, zoals jullie de afgelopen zondag al gezien hebben, was het een beetje een dramatisch vlogweekje. En daar is het weekend ook onderdeel van geweest. Want vrijdag werd ik ziek. Godverdorie. Dus het is nu al zondagochtend, want ik heb gisteren ook echt de hele dag voor Pampers op bed gelegen. Dus ook niet kunnen vloggen. Maar goed, het is vandaag zondagochtend. En dan maken we er gewoon een heel kort weekendvlogje van. Het is niet anders, maar ik voel me weer goed. Ik heb weer zin om te gaan vloggen, dus dat ga ik ook gewoon doen. Gisteravond, de finale, want die was de week voor de ontknoping van Wie is de Mol. Ik heb echt de hele avond een soort van in shock gezeten. Hoe dan? Nou, die had ik echt niet zien aankomen. Ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik zag wat ze allemaal gedaan had, dat vond ik wel erg leuk. Ze heeft het echt wel heel leuk, ze heeft wel leuke dingen gedaan. Maar ze heeft ook echt dingen gedaan waarvan ik denk, waarom? En ik had echt heel graag antwoord willen hebben op die vraag. Bijvoorbeeld die opdracht in de waterval met die kokers. Daar had ze prima kunnen mollen. En dat heeft ze niet gedaan. Ik vraag me echt af waarom. Ja, zo zijn er wel meer dingen die ze gedaan heeft. Ook waarom ze die joker aan Niels heeft gegeven. Met die vrijstelling erin. Want dat was dus blijkbaar geen acteeractie, maar gewoon een mollenstreek. Nou, ik vraag me echt af waarom ze dat soort dingen gedaan heeft. Dus, maar ja, ik ben bang dat we er nooit antwoord op gaan krijgen. Dus ja, een beetje ontevreden gevoel hou ik er wel aan over. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Maar goed, vandaag begint de Belgische Mol. De Mol heet dat daar, geloof ik. Heb ik nog nooit eerder gezien. Maar ga ik wel aan beginnen. Ik kan het waarschijnlijk niet vandaag zien, want ik kan het niet live kijken. Maar via 4.be site kan je terugkijken. Dus dat ga ik de komende dagen doen. Helemaal zin in. Nou, ik zit gelukkig weer lekker op mijn praatstoel. Ik ben al dik 2 minuten tegen jullie aan het kletsen. Maar ik heb het ook echt gemist. Dus veel kletsen vandaag, denk ik. Net al, wat doe je op deze druilerige dag? Al wordt het nu wel wat lichter buiten, maar het regent nog steeds. Kleuren! Ik was dat kleur op die tablet een beetje zat en ik heb gewoon nog spullen. Dus ik dacht, ik maak alvast wat leuks. Dit ben ik aan het maken. Ziet er toch wel grappig uit, of niet? En ondertussen kijk ik, dat hebben jullie op mijn Instagram kunnen zien. Goede tijden, slechte tijden. Seizoen 17. Met Lieve. En Valentijn. Laat even onder in de reacties achter of je dat ook volgt. En of je dit nog kent. En hoe lang je het al volgt. Want waarom kan ik dit zien, zou je denken? Nou, dat komt omdat ik een hele collectie. Ik ga hem even zo doen. GTSD-boxen heb. Dit is vanaf seizoen 1. Hieronder staat, oh dat kan je niet meer zien, tot en met seizoen 20 volgens mij. Ja, dit is het 20ste seizoen. Die heb ik op DVD, dat doe ik samen met Laura, kopen we ze. Maar ze staan hier. En dan kijken we ze allebei. En dan heb ik hier ook nog oppassen, alle seizoenen. Medisch Centrum West, alle seizoenen. Hier staat nog In de Vlaamse Pot, alle seizoenen. En dan heb ik er nog meer. Daarachter staat Roze Geur en Wodka Lijm.
En vrienden voor het leven. Nou, zo heb ik een hele collectie met Nederlandse oude series. Dat is echt een guilty pleasure van me. En ja, dat vind ik gewoon super leuk. Dus daar vul ik mijn dag mee. Met goede tijden en kleuren. Maar het is nu 12 uur bijna, dus ik ga ook even lunchen. En ik dacht, dat is een mooi moment om jullie even te laten weten wat ik aan het doen ben. Zo, dan ben ik tenminste ook weer een beetje te zien. Dus, nou, lekker dagje zo. En dit is het eindresultaat. Nou, best leuk geworden, toch? Vind ik wel. Nou, kijk of ik nog een volgende ga maken. Deze vind ik ook wel heel tof, namelijk. Ik hou wel van bloemen. Nou, we gaan het zien. Oh ja, en nog steeds GTST. Zo, hallo, het is avond. En ik heb er weer een af. Kijken. Kijk wat ik doe. Mooi toch? Allemaal gezellige kleurtjes. Nou. Daar heb ik me mee vermaakt vandaag. En op de achtergrond horen jullie nog steeds GTST. Die ga ik even op stil zetten. Zo. En voor de rest, ja, was het een rustig dagje. Ik heb de vlog geëdit, die staat online. Nou ja, vlog, hè. Wat zullen we het noemen? Aan elkaar geplakte beeldjes. Betere benaming. Ik ben wel erg donker zo, hè. Maar kijk, het is daar net of er wat in de... Nee, ik rij hier zo wat mijn tafeltjes plat. Maar goed. Ik weet niet of ik het... Even kijken of ik er kan inzoomen. Zie je het daar? Maar volgens mij is het gewoon licht van het een of het ander. Als ik het zo zie. Andere kant op. Goed. Ik heb eventjes... Even omdraaien hoor. Hi. Ik heb even getwijfeld of ik misschien morgen er nog bij zou plakken vandaag. Maar weet je wat ik doe? Het is een weekendvlog. Nou, vrijdag en zaterdag was ik ziek. Heb ik niks gefilmd. En vandaag heb ik weekend gehad en dat heb ik gefilmd. Dus ik ga deze gewoon als weekendvlog plaatsen woensdag. Ook weer een lekkere korte. En dan ga ik vanaf morgen gewoon weer wat beter mijn best doen. Ik denk dat we het daarop houden. Ik heb wat extra video's in de planning, maar het is even logistiek een dingetje hoe we die gaan opnemen. Want Cas wil weer wat video's opnemen, maar dat moeten we even plannen. Laura, met Laura wil ik wat video's opnemen. Misschien nog eentje met mama. Dus ja, de extra video's die komen niet iedere week. Die komen gewoon wanneer het zover is. Maar als ze komen, komen ze op vrijdag. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. We zijn inmiddels de 200 gepasseerd. Volgens mij zijn we inmiddels de 210 alweer gepasseerd. We, ja, ik zeg het we, want zonder jullie had ik het niet gehaald. Dus nou ja, ik zou het heel leuk vinden als je nog geen abonnee bent, dat je dat wel even wordt. Want je zou me daar gewoon heel erg mee helpen. En dan wens ik jullie, nou ja, bij de dag, nacht, whatever you're going to do. En tot in de volgende video. Doei doei!